Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een pashokje shoplog. Ik ga zo namelijk eventjes naar de H&M toe, want ik heb gewoon zin om even rond te kijken en kijken wat er allemaal weer voor nieuwe collecties in de winkel liggen. En het leek mij wel leuk om jullie weer een keertje mee te nemen, dus laten we naar de H&M gaan. Ik ben inmiddels aangekomen in de H&M en ik dacht ik laat nog even zien wat mijn normale outfit is die ik vandaag aan heb. Deze trouwens ook van de H&M. Ik heb hem wel vorig jaar gekocht, dus ik weet eigenlijk niet of ze hem nog hebben. Het is me niet opgevallen in ieder geval. En ik heb gewoon een simpele jeans en laarsjes. Maar ik heb mega veel truien gevonden. Het is ook echt wel truienseizoen nu, dus ja, niet zo gek dat er heel veel truien in de winkel liggen. Dus ik heb een aantal truien en een kooltopje en een broek. Die vond ik in de sale. En ik vond ook nog een sport-BH in de sale. Dus ik ga dit even allemaal passen. Ik heb als eerste dit colletje aan. En hij is gewoon heel basic zwart. Maar ik weet niet of het echt goed overkomt, zeg maar, op de camera. Maar hij is een beetje groot. En het is ook wel een M. Want ze hadden dus niet kleiner. Dus ik denk dat als ik een S zou hebben, dat die dan wel goed zou zitten. Maar ja, deze die... Ja, hij zit gewoon niet mooi. En ik vind deze kool trouwens wel echt heel erg fijn. Want hij is niet zo super strak. Misschien dat ik een andere keer nog ga kijken voor een maatje kleiner. Want het is wel echt een heel lekker basic colletje. Maar deze is gewoon echt te groot. Dus dat ziet er gewoon echt niet mooi uit. En deze kost ook maar €9,99. Dus het is wel, ja, een fijne prijs voor zo'n lekkere basic. Maar ja, ik ga hem nu dus niet nemen omdat deze gewoon echt te groot is. Het volgende is deze trui. En ik hou wel echt van deze kleurtjes. Dat kun je denk ik ook wel zien aan alle dingen die ik gepakt heb. Dat ik van die kleurtjes hou. Maar ja, deze trui vind ik het gewoon net niet. Ik weet niet waarom. Misschien het model of zo. Of dat het door die vlakken komt. Maar ik vind deze gewoon eigenlijk niet zo mooi staan. Ja, dus afgezien van de kleurtjes... Vind ik deze niet zo leuk. Helaas. En hij kriebelt ook best wel. Even kijken, misschien is hij wel van wol. Er zit dus 2% wol in. Niet veel, maar ik voel het gewoon. Want ja, hij kriebelt. Dus dat is niet chill. Hij kost trouwens €19,99. Dit is ook een kriebeltrui. Ik ga even gelijk checken of er ook wol in zit. Ja, 3% wol. Dat je zo weinig procent eigenlijk voelt in zo'n trui, vind ik wel knap eigenlijk. Maar dit is een beetje een beige-achtige trui. Wel echt zo'n nude kleur. En hij heeft van die, nou ja, ik noem dat altijd vleermuismouwen. Dit, zeg maar. Maar ja, ik vind het als je het zo, als je je armen zo naar beneden hebt, vind ik het echt raar. Dat lijkt het echt zo flubberstuk. Dus ik vind dat niet echt heel erg mooi. En ik weet niet, ik vind gewoon de manier waarop die gemaakt is, alsof die verkeerd om zit of zo. Ik weet niet, ik vind dit een hele rare trui eigenlijk. I don't know. Nee, dit is niet echt iets voor mij. Ik vind deze kool trouwens wel chill, want hij sluit wel heel mooi aan en zo. Dit is niet echt een trui voor mij. Misschien dat er mensen zijn die dit wel heel erg leuk vinden, van die mouwen. Maar nee, ik vind het gewoon niet zo mooi. Of het staat gewoon niet bij mij, dat kan ook. Deze trui kost €19,99. Oké, jongens. Dit is echt de ultieme chill trui. Hij is zo fluffy. Hij is echt zo zacht. Echt niet normaal. En ja, dit is echt zo'n trui die je gewoon lekker thuis op de bank aan kan hebben. Of als je naar college gaat en er echt gewoon geen zin in hebt en het koud is. Dan is dit echt de ultieme trui. En... ja, hij is wel echt heel erg leuk. Maar ik heb al zoveel van het zachte spul. Dus ik heb dit eigenlijk echt niet nodig. Maar ik wilde dit wel echt heel graag laten zien. Want ik vind het wel echt heel leuk. Hij is ook gewoon lekker warm. En je kan even, zoals je het koud hebt, dit echt helemaal tot boven dicht doen. Dus ja, ik wilde deze even laten zien. Ik ga deze niet kopen. Omdat ik, zoals ik al zei, best wel veel zachte dingen heb. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En hij kost maar €14,99, dus hij is ook echt niet duur. En ik vind het ook wel leuk dat hier zo'n rit zit. Het is weer een keer wat anders. En het is zilver, pas mooi bij mijn sieraden. Maar ja, volgens mij zijn meestal
ritsen van zulke truien of kleding wel heel vaak zilver. Dus ja, hij is wel echt heel cute en heel fluffy. Maar ik ga hem helaas niet kopen. Het volgende item is deze roze trui. En het is een beetje zo'n oud roze kleurtje. En eigenlijk is het een best wel basic trui, vind ik. Hij heeft alleen een beetje iets wijdere mouwen. Maar dat vind ik op zich wel een leuk detail. Want dit is anders dan die vleermuismouwen van net. Dit is nog wel gewoon normaal. Maar ja, hij is best wel basic. En daarom weet ik niet of ik hem echt een toegevoegde waarde vind aan mijn kledingkast. Want ik heb op zich ook al wel oud-roze truien. En ja, I don't know. Aan de ene kant vind ik hem wel leuk, omdat hij dus eigenlijk zo simpel is. Maar ja, ik twijfel. Deze kost trouwens ook €19,99, zoals de meeste truien die ik vandaag aan heb gepast. Het is op zich wel gewoon een hele leuke basic trui. Maar ja, I don't know. Ik twijfel hier nog over. Oh, ik trek deze trui net uit. En ik kom er dus achter dat hier 8% wol in zit. Dat is dus meer wol dan in die andere truien. Maar deze kriebelt op een of andere manier dan weer niet of zo. Super raar. Ik heb de laatste trui aan en dit is een grijze kooltrui. En hier zit dus ook 8% wol in. Maar ik vind dit wel een hele stijve stof. Waardoor deze kool ook best wel stijf is. En dat vind ik eigenlijk niet heel erg mooi, want je kan hem niet echt leuk in model brengen, zeg maar, vind ik. Ja, op zich, de trui is verder heel erg basic, dus dat vind ik wel leuk. En ja, alleen de stof ben ik niet zo weg van. En het is, ja, het is dus heel dikkig en stijf. Nee, ik ben hier niet helemaal weg van. Deze kost €24,99. Dit is het niet. Ik vind de kleur op zich wel heel erg leuk, dat wel. En ik heb dus deze broek eronder aangetrokken. En ik vind deze broek eigenlijk echt super leuk. En dit is een soort pantalonachtige broek. Het enige nadeel is dat hij dus een beetje strak is hier. Waardoor dit dus niet echt mooi zit, vind ik. En ja, hier trekt het ook een beetje. Dus dat vind ik echt heel erg jammer. Aan de achterkant zit hij wel echt prima, want daar kan ik gewoon nog dit doen. Maar ja, de voorkant is gewoon het net niet. En dat vind ik echt heel erg jammer, want ik vind deze super leuk. Maar deze is dus in de sale en dit is de allerlaatste. Dus ik kan helaas geen grotere maat pakken om te proberen. Wat ik echt mega jammer vind, want ik vind hem zo leuk. Het is, ik weet trouwens niet of de kleur heel goed overkomt op de camera, maar het is een beetje een beige crème-achtig kleurtje. En ja, ik vind hem echt zo leuk. Maar zo jammer dat dit niet mooi zit. Want dan ga ik hem ook niet kopen. Want als het niet mooi zit, dan ga ik hem ook niet aantrekken. En het zit dan ook niet super lekker. Dus ik baal er echt heel erg van. Hij is afgeprijsd van €24,99 naar €10,99. Dus ik vind het wel echt een super goede afprijzing. En ik zou hem ook voor die prijs echt kopen. Maar oh, ik vind het zo jammer. Ik baal er zo erg van. Zo jammer. Ik heb net deze sport BH gepast, maar die zit echt voor een meter. Dus die ga ik ook niet laten zien. Maar ja, ik zal proberen van alle producten die ik gepast heb een linkje in de beschrijving te zetten. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Als je het leuk vond, vergeet vooral niet eventjes een duimpje omhoog te doen. En vergeet vooral niet te abonneren als je vaker video's van mij wilt zien. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!